Ja mensen, daar ben ik er weer. Heb je me nou gemist? Nou, ik jullie wel en ik mis jullie iedere dag. Dus het is niet anders, we gaan gewoon door. En ik maak weer een leuke video vandaag voor jullie. Wat we gaan vandaag gaan doen, voornamelijk een beetje combinatie van yoga, pilates en mobiliteit en stretching oefeningen. Gewoon lekker in een flow, niet intensief. We hebben nu 2-3 dagen achter elkaar best wel wat pittige workout gehad. En nu gaan we meer werken aan de lenigheid en een stuk meer geconcentreerd aan een core. Laten we langzaam stapje even naar. Een stukje plek in je huis. Ik heb een matje. Het is wel wat prettiger. We gaan veel oefeningen doen op de grond. Dus we gaan gewoon vanuit de grond beginnen. Ja? Oké. Okay. Beginnen met de mobiliteit oefeningen. Wat doen we? Een soort warming up langzaam. Even lichtjes met één stap naar voren uitstappen. En dan ga je langzaam naar voren met je knie duwen. Je lichaam voor, bovenlichaam blijft rechts. Rek je even uit, voel je spanning op je lies. En de knie voorstrekken. En dan gaan we ongeveer 10 keer doen. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 en 10. Mooi. Nou, wissel de been voor ongeveer 90 graden in de knie. Zie je? Strek je maar weer duwen naar voren. Hou je bovenlichaam rechts. Ga niet te ver naar voren hangen, maar hou je bovenlichaam rechts. Dus je drukt in je bekken naar voren. Je voelt je spanning op je lissen en je heupgewricht. Ja? En door. En daar creëer je wat meer mobiliteit en stretch. Oké, dus 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Heel goed. Stap uit. Alright. Nou, wat we gaan nu doen is de been uit. Strek je been uit. En vanuit hier, belangrijk is dat die andere knie onder je kniehoogte, heuphoogte komt. Voet plat, gestrekte benen. Benen moeten constant gestrekt blijven. Dat is belangrijk. Ga je naar achter hangen, waar blijft je voet plat. En dan ga je voorover. Naar achter en voorover. Naar achter. En voorover. Dat doen we 10 keer. Oké, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Heel goed. Mooi. Gaan we even draaien, andere kant. Alright, there we go. Andere kant, 10 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Mooi. Nou, dat is een stukje mobiliteit voor je heupgewricht. Lekker rek op je binnenkant van je hamstrings. Vanuit hier gaan we werken aan die mobiliteit van je rugwervel. Nou, dus je staat weer hier op je handen onder je schouder. Zet je hand bij je nek. En wat ga je? Blijf je in dezelfde positie. Dus je gestrekte benen op je knieën. En dan gaan we langzaam met je elleboog richting andere elleboog, tegenover stil. Arm blijft gestrekt op de grond en dan kijk je mee omhoog. Adem in en adem je uit omhoog. Adem in en adem uit omhoog. In en uit. 4, 5, 6,
7, 8, 9 en laatste 10. Heel goed. De andere kant op. Voor, been gestrekt, knie 90 graden. Hand onder je schouder, in lengte. Hou je arm gestrekt. En dan ga je elleboog en omhoog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Heel goed. Mooi. Klaar? Nou. Even met beide benen op de knieën staan. Ja? Vanuit hier. Gaan we langzaam. Zet je voeten plat op de grond achter. En de bedoeling is dat je probeert je rek te brengen op je quadriceps. Dus je voorkant dijbeen. Dus dat doe je. Ga je naar achter hangen, zover je kan. Ja? Kan je helemaal naar beneden. Mooi meegenomen. Niet. Blijf je zover mogelijk naar achter. Je voet je rek op je enkels, kom je omhoog en maak je lange strek met je rug weer. Maak je hoog en dan druk je zelf naar achter je. Achter, achterover, spanning. Goed, kom je omhoog. Voor. Rek jezelf helemaal uit. Mag je op je teen, op je vingers. Je arm helemaal gestrekt en je doet je rug zo veel mogelijk omhoog. Kijk naar je borst toe. Dan maak je hoog. Kijk je omhoog. En vanuit dat, daar rek je jezelf naar achter. Dan rol je af. Je hamstrings met je rugwervel. En je rek op je quadriceps. Heel goed, blijf zo lekker rekken. En dan gaan we weer terug. En omhoog. Land op je vingers. Strek jezelf omhoog, rug. Kaak met je borst. Je kaak omhoog, kijk je omhoog. Holle rug. Gaan we weer naar achter. En rek je door, helemaal uit. En terug, laatste keer. Op je vingers, landen. Druk jezelf omhoog. Schouders omhoog drukken, kijk naar je borst. Maak je hoog, kijk je omhoog. En ga je achterover hangen. In je quadriceps. Ja, mooi. Vanuit hier. Strek in de plank. Ja. Breng je één been naar voren. En vanuit hier gaan we door naar die rug mobility. En omhoog. Naar beneden. Adem in. Ga je omhoog. Probeer met de knieën op 90 graden blijven. Je voelt die spanning op je hamstrings. Je heup. Achterste been is gestrekt. Hak in de grond duwen. Probeer de benen achter gestrekt te houden. En dan terug. Nog één keer. En omhoog. Mooi. Nou, we gaan ietsje lager. Dit is best wel pittig. Blijf hier, 90 graden, hand bij nek, elleboog richting grond, naar beneden, kijk je mee omhoog. Dat is de dagelijkse routine, die kennen we, warming up. Hè? Naar beneden, en omhoog. En dat is het 3. Hou je achterste been gestrekt, hak duwen richting grond, nog één keer. Terug, en goed. Oké, okay. Zet je benen naar achter.
Gaan we hakken in de grond duwen, kaak naar je borst toe. Kom je andere been voor. En dan gaan we die rotatie. Here we go, omhoog. Kijk je mee. Dan weer terug. Gaan we 5 keer. 2. Naar beneden. 3. Beneden. 4. Beneden. En 5. Oké, je handen op grond. Beetje lager. Elleboog. Spanning is hier. Achterbeen, achterste been is gestrekt, best wel moeilijk. Probeer het eens gestrekt te houden en hakken duwen in de grond naar op je achterste been. Probeer die been weg gestrekt te houden. 2, omhoog. 3, omhoog. 4, omhoog. En 5. Heel goed. Hou weer. Been naar achter. Hak in de grond. Duwen, probeer een beetje schouder naar beneden te duwen. Je kaak naar je borst zo ver mogelijk, heup omhoog, zo ver mogelijk omhoog. En dan zetten we 1 been op die kuit. 1 been op die hapsternaam. Hak in de grond duwen. Schouders naar beneden. Andere kant. Met wat extra rek. Extra rek voor je kuitspier. Mooi. Knie op de grond. En strek je helemaal uit. Door. Voeten plat. Strek je door. Met je tenen. Achter. Knieën en strek hem door. Uit. Tenen gestrekt, voeten plat. En dan leun je op de ene kant. Je voelt wat meer spanning hier op je rugspier. Blijf leunen. En dan leun je op je andere kant. Lekker rekken je. Je rek je lange rugspier. Je mag je hand ook op je nek, op je rug zetten. En dan voel je hoeveel meer spanning daarop te komen. En een beetje draaien. En naar beneden. Hou je arm gestrekt. Draaien. En terug. Laatste keer. Draaien. En terug. Wisselen. Arm gestrekt. Zet je hand op je rug. Elleboog richting schouder. Richting grond. En dan draai je mee omhoog. Gewoon naar beneden. Draaien. Dus en een rek op je rug. Je blijft strekken hier. Naar beneden. Achterover hang je eigenlijk zo'n beetje met je billen. Hang je achterover. En dan draaien. En draaien. En terug. Mooi. Vanuit hier. Hou je omhoog. Gaan we hier naar achter. En dan brengen we andere been onder. Want hier, wat je wilt doen, kruis je vingers. Breng je armen omhoog. En probeer je armen zo ver mogelijk in de lucht te duwen. Zo ver mogelijk omhoog. En dan mogen bijna langs je, bij je oren. Lang, maak je het lang en hou je daar vast. Oké, laat je los. Vanuit hier, ja, gaan we terug, door. Je hand op de grond. En dan zijn we die arm onderdoor. Stukje mobiliteit. Weer een rugwervel. Naar beneden. En omhoog. Draai mee. Kijk mee omhoog. Naar beneden doen we 3 keer. En dan gaan we aan de kant. Eentje. En omhoog. Zet je handen op de grond. En dan komen we naar die andere kant. Naar beneden. En omhoog. Lekkere workout, mensen.
Het is heerlijk, lekker even een beetje werken aan je mobiliteit, naar de stretching. Een beetje pakken we zo meteen een beetje core. En nog eentje. En terug, uit. Alright. Zet je been, dan weer naar achter, hak in de grond. Kraak naar je borst in, schouder naar beneden drukken en de heupen omhoog. Zoveel mogelijk, benen zijn gestrekt, knieën gestrekt. Hou vast. Oké, vanuit daar. Gaat die andere voet onder. En wat doen we weer? Gaan we hier omhoog. Armen strekken, zoveel mogelijk omhoog. En probeer je, je duwen omhoog en ellebogen richting je hoofd of je oren. Hou je vast, maak je lang en laat je los vanuit hier. Gaan we, arm onder en omhoog. Drie keer en dan van de andere kant. Twee en drie, andere kant. 1, 2, en 3. Heel goed. Dan weer terug naar achter. Laat je grond. Loop je een beetje omhoog. Maak je meer spanning op je kuiten, je hamstrings. En loop je weer terug. Plank, loop weer naar achter. Eerste, doe je heup omhoog, hak in de grond duwen, kaak met je borst. En nu met je armen langzaam omhoog. En hou je knieën gestrekt. Als je voelt dat je knieën willen buigen, stop je dan. Maar voel je die spanning op je hamstring, ga je zo ver je kan. Hou weer naar voren. Vanaf hier, hou je nog één keer naar achter. Kom. Eerste, lichaam naar achter omhoog, heup omhoog, knieën zijn gestrekt, benen zijn gestrekt en ik ga langzaam met mijn armen omhoog. Spanning op mijn knieën, enkels, hamstrings. Hou dat vast. En kom weer terug. Heel goed. Kom één been naar voren. En dan kom je omhoog. Hier staan, allemaal goed mensen. We zijn goed bezig. Oké, 90 graden, knie, 90 graden achterkant. Bijna, hier, statische kracht, rekken. Uit. Hou hem daar even vast. Voren, duwen naar achter, maak je zo lang mogelijk zelf. En vanuit hier, kijk je naar de been toe. Hand boven je hoofd. Draai naar achter zover je kan en hou je daar vast. Mooi. En terug. En zakken. Knie naar voren. Knie op de grond. En zet die spanning hier. Zet je handen in je heup. Dus je een beetje jezelf duwt naar voren. Oké. Deze arm, pak je binnenkant been, andere arm op je rug en dan probeer je met die schouder naar achter. En dan met deze arm duw je zelf die kant op, tegenovergestelde kant. En hou die spanning. Heel goed, hou die spanning. En rust. Mooi, zet je handen op de grond, benen achter, hak in de grond, even spannen, houden, loop een beetje omhoog, hou die knieën gestrekt, kijk mijn borst, schouder naar beneden, en dan komt die andere been voor, kom je omhoog, hier, rechts blijven, 90 graden, 90 graden achter de knie.
En dan gaan we draaien. Maar een keer lang. Lang. Lang houden. Lang, lang, lang. Mooi. Oké. Hand boven je hoofd. Ga je naar achter kijken. Zet je hand maar hier. Hand achter je rug. En dan gaan we draaien. Knie gaat die kant op. Maar andere kant. Doe je de andere kant op. Ga de andere kant. Hup. En hou dat vast. En die gaat naar binnen. Oké, knie op de grond. Hand in je heup. En nog hier. Hier, achter, kijk. Zet hem op. Mooi. Doe je handen terug. Naar achter. Even rekken. Op de knieën. Omhoog. En helemaal naar achter. Heel rustig even. Lekker rustig. Dus lekker babypositie. Voet ontspannen. En terug. Alright. Nou, ga liggen. Onderste been is gestrekt. Bovenste been buigen in 90 graden. Rug plat op de grond. Met deze arm. Je voet, ga je hem helemaal strekken voor je, zodat je goed kan zien. Zo. En met deze arm maken we een cirkel. Door. Hier. Verlengen. En omheen. Je schouder richting grond. Heel goed om je rugmobiliteit, je schouder in de beweging te krijgen. Naar voren. Maak je lang. En dan draai door. Door, 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 door. Achterover. Voor. Voorover. Maak je lap. En dan maak je hele cirkel rondom. En probeer je schouder naar de grond. Achter. Door. Overheen. Lekker voor. Achter. Overheen. Laatste keer. Naar voor. Omheen. En terug. Mooi. Alright. Gaan we naar de andere kant. Onderste been gestrekt. Lig een beetje op je bilheup. Tenen naar je toe. Bovenste been 90 graden. Ja. Onderste arm gestrekt. Plat. Dan gaan we je arm lengte maken. Overheen, achter je hoofd, rondom maak je cirkel en dan kom je terug. Vijf keer, omheen, onderste been gestrekt en door, omheen, terug. Strek lang, door, omheen en terug. En lang, omheen, door en terug. Eén keer, lang, strekken, terug, en rust. Alright. Blijf je liggen in deze positie, we gaan een beetje rekken. En dan zet je hier hand op het bovenste been, pak je die onderste been, en wat doe je? Met die schouder achter, je duwt hier naar beneden, voet naar achterste voet tegen aan de grond aanduwen. En dan probeer je de bovenkant schouder richting grond. En dan breng je rek voor je rug. Onderrug. Maar we zitten nu heel veel thuis. Dus alles wordt een beetje stijf in je heup gericht. En dit is wel lekker om even wat meer ruimte te creëren. En zorgen dat wel mobiliteit behoudt. Want je hebt
tot nu toe behouden. Dat er niet alles stijf wordt. Oké, dus blijf met die schouder naar achter duwen naar de grond. Ja, en hier blijf je drukken met deze naar de grond. En hou die spanning, dus die spanning moet constant blijven. En je houdt je met controle met je ademhaling. Hè. Met in- en uitademen kan je steeds verder komen. Mooi, rust. Alright, breng hem terug. We gaan naar die andere kant. Ja? Dus draaien, 90 graden knie, boven, hier, onderste kant pakken. En dan ga ik met mijn schouder naar achter. En dan die, met die bovenste arm druk ik mijn been naar beneden. Adem ik in en adem ik uit. En dan ga ik steeds meer naar achter. Adem in en hou die spanning waar je bent, wat je hebt bereikt. En elke keer als je uitademt, wil je proberen een stukje verder te komen. Adem in. Adem uit en probeer steeds verder te komen. Adem in. Adem uit. Schouder aan de grond, knie naar de grond duwen. Adem in. Adem uit. Adem in. Adem uit. Laatste. Heel goed. Elf. Mooi. Goed. Nou, wat we nu gaan proberen is een beetje je rug masseren. Eigenlijk is de bedoeling dat je overheen gaat rollen. Dus je maakt je smal. Hè? Dus je gaat je pak je neer trekken naar je borst toe. En dan probeer je een beetje te rollen, overheen. Hup. En de bedoeling is, je probeert er helemaal aan zit te komen. Hup. En terug. Hup. En terug. Best lastig. Het lijkt te makkelijk. Als je stijve rug hebt, dan wordt dit wel een beetje lastig. Dan ga je nog steeds merken om helemaal omhoog te komen, overheen te. En dat heeft ook een beetje te maken met je buikspier. En rust. Mooi. Nou, nu gaan we werken aan je stukje core. Voeten plat, 90 graden. Kruishand op je borst. En dan gaan we langzaam naar beneden. Naar beneden. Rollen. Rollen, rollen. Wervel bij wervel. Langzaam. Langzaam. Langzaam, 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 langzaam en terug. Schouders blijven van de grond en nu probeer ik weer terug te gaan, hetzelfde tempo. Langzaam, 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 langzaam en terug. Goed, mooi gedaan. Oké, nou been strekken, tenen naar je toe. Strek de been, schijf, naar achter hangen. En dan gaan we 10 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wisselbeen. Teen omhoog. Strek de been. 10 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. En terug. Hou je, rollen. Overheen. En terug. Overheen. En terug. Overheen. En terug. Overheen. En terug. Nog één keer. Overheen. Terug. En rust. Ja, en nog even afmaken. Pak hier met de twee benen in en uit. 2, 1 en rust. Oké, liggen op je bil. Niet in je heup, maar echt in je bil. En dan probeer je schuin buikspieren kort omhoog. Even kort omhoog komen. Probeer je hak aan te tikken. Bij buik en je knieën 90 graden. Voet en achter. Probeer je voet even aan te tikken van de achterkant. Heel goed. Sorry. Zo. Gaan we nog 10 keer. 1, 2, 3. 4,
5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, draai de andere kant op. Deur liggen, benen buigen en omhoog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Heel goed. Mooi. Nou, zo mensen, dit is snel gaan. Weer zo half uur, zo snel voorbij. Stukje mobiliteit oefeningen in combinatie met een beetje core. Genoeg voor vandaag, meer is het niet nodig. Oké, probeer eventjes, let op je houding thuis, hoe je zit. En nu ben je thuis aan het werken en waarschijnlijk hebben we niet allemaal thuis kantoor, dus dat je ergonomics, je stoelinstellingen en je tafel werkbureau goed ingesteld is. Dus heb je heel veel neiging om verkeerde houding aan te nemen, dan voel je heel gauw in je nek, schouders en in je heupen waarschijnlijk. Nou ja, daardoor is het heel belangrijk om goed je oefeningen, rekoefeningen te doen. Ik zal in ieder geval deze dagen posten een paar van die video's voor thuis. Dat je thuis heel goed kan wat rekken, rekoefeningen doen. Om toch even die verstijvingen in je nek en rugspieren wat meer ruimte te geven.